dat zien we dan. Sinds vorig jaar heeft de streamingsdienst Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 overgenomen van Ziggo Sport. Een grote teleurstelling van velen, want Olaf Mol en Jack Ploy verhuisden niet mee. Maar over een maand kan er weer door alle partijen geboden worden op diezelfde uitzendrechten. Betekent dat dan misschien dat het iconische duo terugkomt? We kijken zeer uit naar 1 maart als we live gaan met Viaplay in Nederland. We hebben er heel veel zin in. We kunnen van de grond af kunnen we het gaan opbouwen, de raceweekenden in Nederland. Alles om ons heen is nieuw, de zender, de ploeg, maar ook wij zijn nieuw in deze rol. In 2022 neemt Viaplay de uitzendrechten voor de Formule 1 over van Ziggo Sport. Bij Ziggo hebben we best wel wat moois neergezet, ja, en is het toch wel aan het nieuwe team om dat level wat anders te laten zien. Hierbij verdwijnt de hoofdrol voor Mr. Formule 1 Olaf Mol. En daar is niet iedereen blij mee. De kritiek is vooral dat het commentaar bij de wedstrijden die door Viaplay worden uitgezonden niet goed is. Hè? En dat ben ik wel met ze eens. Kijk, het is heel duidelijk dat de populairste Formule 1 commentator van Nederland is Olaf Mol. Die heeft de grootste aanhang. En ik vind het onbegrijpelijk dat Olaf niet gewoon ook bij Viaplay te zien en te horen is. Bij de start van de streamingdienst zorgen technische problemen voor een klachtenregen van kijkers. Nou, ik denk dat ze gewoon de techniek op orde hadden toen ze begonnen met uitzenden. En dat is natuurlijk ook vervelend voor je imago. Dat hebben ze inmiddels wel op orde gekregen. Ik denk dat ze niet meer zal raken. Maar het sentiment dat er om het merk heen hangt, om Viaplay heen hangt, is gewoon niet heel erg goed. Het Scandinavische bedrijf blijkt nu in zwaar weer te zitten. Zo zijn de aandelen flink gezakt en zou ook de groei van het aantal abonnees tegenvallen. Viaplay heeft zich met heel veel geld de Nederlandse markt ingekocht. Die hadden een product nodig wat je alleen maar bij hun kon zien. En dat was de Formule 1. Maar ik denk dat met de huidige resultaten en de 70% gedaalde beurskoers dat niet nog een keer gaat gebeuren. Viaplay heeft de uitzendrechten voor de Formule 1 tot en met 2024. Vanaf volgende maand kunnen andere partijen gaan meebieden om die rechten vanaf 2025 over te nemen. En of Olaf dan weer te horen is? We komen wel weer. Wij zijn onkruid. Ja, wij zijn net, als we met het samenvoegen hebben Arnold Schwarzenegger, dan zeggen we, we'll be back. Nou ja, wie weet dus, maar gaat dat hele Viaplay dan langzaam helemaal ten onder? Toevallig kwam er vandaag nog een persbericht naar buiten dat er op een gegeven moment misschien wel opnieuw aandelen uitgegeven moeten gaan worden om dat bedrijf overeind te houden. En even voor alle duidelijkheid, toen het bedrijf in 2021 stond een aandeel op 520 kronen en vandaag is het 60. Oh. Dus nou ben ik niet van de aandelenhandel, maar ik begrijp wel dat het ergens oud doet. Ja, dat er dan mensen denken van ik weet niet wat er gebeurt, maar gisteren kon ik nog een huis kopen en nu een tent. Ja. Dat is het een beetje. Nee, dat is niet zo tof. En wat betekent dat dan voor Formule 1? In Nederland. In Nederland? Ja, voor onze kijkers, ze hebben de rechten. Zij kunnen dat nog uitzenden tot volgend jaar. Maar nu gaat het biedboek open. En ik denk dat Ziggo daar heel erg goed aan doet om gewoon te zeggen van ja, luister, wij zetten daar vol op in. En laat ik het ook zo zeggen, het is ook wel een kostendingetje. Even voor alle duidelijkheid, als je een maandabonnement Netflix in Nederland is €7,99, krijg je veel voor. Zelfs een beetje Formule 1 met die documentaire. Mm-hmm. Maar ja, bij dit bedrijf betaal je €15,99. Ja, als je alleen maar voor Formule 1 kijkt, heb je... En dan word je ook nog eens gestraft met een documentaire over Frank Masmeijer. Nou, precies. Ja. Dus dat zou kunnen betekenen dat die twee mannen uiteindelijk gewoon weer terugkomen. Want Viaplay heeft ook niet nog een tas geld stiekem om nog een keer heel hoog te bieden. Nee, ik heb net verteld hoe weinig er nog in de kast zit. Het opperhoofd is ook opgestapt. En daarnaast denk ik ook gewoon dat ze een serieuze inschattingsfout hebben gemaakt door die twee iconische mannen, Jack en Olaf, niet gewoon mee te nemen. Die had je misschien moeten neerzetten. En dan zou je na een jaar of 4, 5 wat nieuw bloed erbij kunnen. En dan hebt het gewoon weg. Maar ze waren zo arrogant. Het was een beetje dat sportkanaal, wij gaan alles anders doen. Dat was ook een poos geleden in Nederland opgericht van alles gaat anders. Ja, dat was ook binnen een paar maanden gewoon weg. Dit is gewoon... Mensen zijn gewoontedieren, ze houden van... Nou, buiten dat, ik heb ook 2 maanden een abonnement gehad op... en die presentatoren die kunnen het gewoon niet aan. Die vertellen eigenlijk alleen maar wat ik zie. Ferrari haalt nu een Red Bull-auto in. Denk, ja, dat zie ik ook. Ik wil weten hoe dat zit, welke bocht, welk circuit, dat. Nou ja, dat we hebben het zelf horen zeggen, onkruid vergaat niet, dus... Ja. Wie weet. Ja. Terwijl het met de